Rugbyclub Bulldogs in Almere Haven bestaat 20 jaar en wij gingen een kijkje nemen op de Bulldogsdag. We zijn hier begonnen. Daarvoor waren we met senioren hier begonnen, maar dat lukte niet. Toen zijn we met die senioren naar Lelystad gegaan. En in de tussentijd is hier weer door Erik Voet en Mig Kuipers een jeugdclub opgericht. En deze plek, dat is Sportpark de Wieren, Almere Haven. Ja, toen nog bij Flevo 80, voetbalclub die hier zat, mochten we in. En al heel snel moesten we verhuizen naar Bok de Korver. Op Sportpark Bok de Korver kwam een grote voetbalclub, de Zwarte Schapen. Toen genaamd. En daar zat zo ontzettend de groei in dat wij kwamen in de knel te zitten. En toen heeft de gemeente ons gevraagd of wij wilden verhuizen. En toen zijn we weer hierheen gekomen. Ja, nu moeten we weer weg. Dat wisten we ook eigenlijk al een beetje. Toen we hier 10 jaar geleden kwamen, toen wisten we al dat het voor maximaal 5 jaar zou zijn. En zoals het er nu uitziet, krijgen we een complex op het Fanny Blankenskoenpark. Met 2 velden en ongeveer een soortgelijke accommodatie. Dus daar zijn we heel blij mee. Als je terugkijkt op 20 jaar Bulldogs, wat is dan voor jou het sportieve hoogtepunt geweest? Het sportieve hoogtepunt is wel de... uiteraard hebben we veel jeugd die het heel goed doet. We hebben jeugdleden die uiteindelijk in de nationale selecties terecht zijn gekomen. Daar zullen we er vanmiddag ook nog een paar van aan het werk zien. Die zitten nu in gerenommeerde teams die op eredeklasseniveau spelen. En natuurlijk onze senioren die kampioen zijn geworden van de derde klasse. Nou, ik denk 5 jaar geleden. Wat is nou zo leuk aan rugby? Dat je heel hard moet spelen en tackelen en andere dingen nog. En wat is nou een goede tackle? Dat je heel laag bij de knieën pakt en dan benen bij elkaar trekken en dat is dan een goede tackle. En waarom zit je eigenlijk op rugby? Moet je van je vader moeder? Nee, moet niet, maar ik vind het zelf leuk. En wat is er nou leuk aan rugby dan? Dat ik mag tackelen en dan moet je in de mol en dan moet je de bal eruit halen. En heb jij die bal ook wel eens hoog tussen die palen doorgeschoten? Nee, je wel een paar keer, maar gewoon spelen. Maar dat doen jullie niet, hè? Waarom doen jullie dat niet? Ja, omdat wij nog klein zijn en andere dingen. Wij kunnen hem niet zo hard schieten. En we kunnen hem niet hard schieten en hoog, van ver. Oké, en jullie gaan vandaag een paar wedstrijden spelen. Ga je winnen, denk je? Want nu heb je verloren. Dat weet ik niet. Maar je gaat er wel voor, toch? Ja. Jens, jullie hebben net een wedstrijd gespeeld. Hoe is het gegaan? Nou, goed, maar jammer genoeg hebben we wel verloren. Maar ik vind wel dat we heel erg goed hebben gespeeld. Ja, hoe komt het dat jullie hebben verloren? Nou, want hun hadden best wel erg... harde spelers en hun gingen echt keihard met die schouders tegen ons aan. En dat deed eigenlijk best wel pijn. En daarnet werd ik keihard getackled. En nu zit mijn nek een beetje los. Want ik kwam echt keihard met mijn schouders in mijn nek. Ja, ik zie dat er ook wel wat meisjes meedoen, hè? Ja, want sommige meisjes die zijn heel erg cool. En die durven aan rugby mee te doen. Ja, jullie moeten dan meer wedstrijden spelen. Ga je winnen vandaag? Ik hoop van wel. Wie moet je nog? Emeland. En is dat een moeilijke ploeg of valt het mee? Valt me best wel mee. Snot de bel. Yes! Ik ben de coach van het eerste team. Jullie zijn derde geworden in die derde klasse. Ben je er tevreden over? Voor dit jaar wel. Voor volgend jaar dan gaan we gewoon voor het kampioenschap. Dus dit jaar derde. We hadden misschien nog een plekje hoger kunnen eindigen. Kampioen was dit jaar niet mogelijk. Maar volgend jaar gaan we er alles voor doen om wel kampioen te worden. Jullie willen graag promoveren naar die tweede klasse. Dan zit je er nu net naast. Nou ja, dat klopt. Ja. Helaas. En volgend jaar is onze doelstelling is promoveren. Alles minder zou teleurstelling zijn. Ja, als je nou even terugkijkt naar het afgelopen seizoen. Wat zijn er de hoogtepunten geweest? De hoogtepunten die we dit jaar hebben, we hebben een aantal goede wedstrijden gespeeld. Zeker de laatste 6 wedstrijden hebben we echt een stijgende lijn te pakken. En hebben we eigenlijk iedereen verslagen tegen wie we daarvoor toch vrij lastig was.
Maar ja, we zijn gegroeid als team dit jaar. En dat is een van denk ik, de grootste hoogtepunten geweest, als je over een hoogtepunt kunt spreken. We zijn begonnen met een relatief jong team. En we hadden gewoon wat tijd nodig om te wennen aan het seniorenniveau. En dat is dit jaar denk ik wel goed gelukt. We zijn met een goede eindspurt zijn we goed geëindigd, denk ik. Vast op die derde plek. Tweede plek was net niet meer haalbaar, maar we hebben bijvoorbeeld wel de nummer 2 op een eigen veld verslagen. Dus wat dat betreft ziet het er wel goed uit voor volgend jaar en gaan we volgend jaar absoluut voor het kampioenschap. Aan welke wedstrijd wil je liever niet herinnerd worden afgelopen seizoen? Waar ik zelf liever niet aan wil herinnerd worden is de wedstrijd tegen Eemland, de kampioen van dit jaar. Dat heeft meer te maken met mijn eigen persoonlijke fysiek. Ik ben niet meer zo fit tegenwoordig. En dan rennen ze hier aan alle kanten voorbij. En dat ben ik eigenlijk niet gewend van vroeger. Dus daar wil ik zelf persoonlijk niet aan herinnerd worden. Als team wil ik niet herinnerd worden. We hebben denk ik 2 wedstrijden onnodig verloren. Omdat we daar gewoon niet met het team konden spelen waar we normaal mee spelen. En dat moet volgend jaar gewoon niet gebeuren. Want dan win je die 2 wedstrijden ook met 2 vingers in je neus. En dan had je dit jaar wel voor promotie gespeeld. Ja, wat moet er verder nog veranderen om kampioen te worden? Verder voor volgend seizoen. Nou, we moeten een stukje fitter worden, een stukje sterker worden fysiek. In de sportschool meer kracht trainen. Dan komt het volgend jaar wel goed. Dan kunnen we het niveau absoluut aan.